Media. Mijn slechtste gewoonte is... Uh, poeh, ja. <laughs> ik denk mijn slechtste gewoonte is dat ik vaak uh, bij... Uh, dat geldt dan niet voor werk. Als ik uh. optreden ben ik altijd op tijd. Alleen met heel veel andere dingen. Bijvoorbeeld een etentje met vrienden of zo. Of, uh, of een bakkie. Ik, ik ben altijd te laat. Ja. Ja. Altijd. En, en wat is dat dan? Dus gewoon uh, tijd vergeten, slecht kunnen plannen? Of gewoon zeggen dat dat ook een vorm van arrogantie is? Ja, nee, zo bedoel ik het helemaal. Het is niet dat ik het niet belangrijk vind. Alleen ja. ik heb wel altijd zoveel te doen en zo weinig tijd dat je uiteindelijk probeert om te veel. Uh -huh. Ja, iets positief ingepland, zeg maar. Dat loopt altijd uit. Er komen on on onverwachte dingen tussen. En dan uh -huh. kom je toch altijd later. Maar met het werk, in principe, zeg maar, met optreden, daar kom ik, ik zojuist nooit te laat. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Dat, uh, dat, dat kan echt niet. Dus dan, is het echt, dan zet ik alles op alles. Het maakt niet uit wat ik moet doen om op tijd te komen. Dat lukt altijd wel. Maar zodra het, uh, ja, weet ik veel, van een bakje doen met vrienden of zo, dan kom ik meestal half uur te laat, standaard. En is dat, dat oké? Okay? Ja, <laughs> dat is, uh, iedereen weet het wel inmiddels. Dus dus, we, dus, uh, zij komen ja, inmiddels ja. ook gewoon een uur te laat. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Ja. <laughs> nee, 9 uur is eigenlijk ja. 10 uur. Oké, okay, ja. club of festival? Um, als bezoeker of als, uh, als artiest? Bezoeker. Ja, het beste is gewoon eerst een festival en dan de club in. Ja? is de ja, ja. beste combi? Dat vind ik wel, ja. En dan uh, neem me even mee terug naar je favoriete festival. En dan welke club ben je dan daarna naartoe gegaan? Uh, favoriete festival is denk ik, ja, voor mij persoonlijk wel Awakenings. Ja. Ja, dat was ook mijn eerste technofestival waar ik heen ging. Ik denk een jaar of, uh, wat zal het zijn, een jaar of vijftien geleden of zo. Ja. En uh, ja, dan gewoon de hele dag op zo'n festival, lekker zonnetje erbij. En dan duik je later... Uh, duik je ergens een donker hol en ik volgens mij gingen wij wel eens naar ik woonde toen in rotterdam ja. en dan gingen we met uh, had je zo'n bus van een die toen je dan terug naar rotterdam ging en dan gingen we altijd naar Peronto. Mm. dat was uh, back in the day zat lachen die ken ik ook nog ja, wel dat, dat ja was, uh, dat ging keurig ja. en dan echt tot, tot vijf uur ochtends iedereen dan is het eigenlijk ook te lang hè als je hebt een festival als je om twaalf uur er al staat mm. en dan de hele dag frituurt in de zon en dan kom je nog een keer in die club aan ja, dan, dan op een gegeven moment is, is het, is het een feest is op een gegeven moment ook over, weet je wel? Maar iedereen rekt het dan op. Ja, maar en dan, en dan, dan daar daarna wil je nog ja. niet naar huis. Ja, precies. Dus dan, ja. op een gegeven moment dan sta je daar en denk je, het ja, is, 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 is me eigenlijk ook niet meer, weet je wel? Wordt het, waarschijnlijk een het wordt het dan ook gewoon in vergelijking met waar je daarvoor was, is het geluid. Ja. Is natuurlijk per onafhankelijk goed geluid al wel, maar het is een heel andere ervaring dan op zo'n festival waar alles helemaal tip-top geproduceerd is en dan kom je zo'n een donker hol daarna. Zo'n contrast Dat maakt het wel vet, vind ik. Heb je en, een beetje uh, het En als je draait? Ja, er zijn natuurlijk hele, hele vette clubs. Maar het heeft wel... Ik, ik vind het altijd wel... Uh, ik vind het allebei... En het gaat om het publiek. Hè, dus het maakt in principe niet zo heel veel uit of je nou uh, voor, voor duizend man staat of voor twintigduizend. Mm -hmm. Het gaat mij meer om de energie, zeg maar. En de vibe echt. Dus, dus een club kan ook heel vet zijn. Maar wat ik het aller alle nice vind, is eigenlijk als je een... Een, een festival hebt met bijvoorbeeld 20.000 man. En dat je daar dus de vibe kan krijgen die je normaal in een club hebt. Dus dat iedereen gewoon echt helemaal los gaat van voor tot achter. En niemand die staat rustig een bakje te doen, maar dat gewoon iedereen, bam, gewoon ervoor gaat. En dat is wel echt heel speciaal. Want dan heb je dat massale. wat jij bij een voetbalwedstrijd bij wijze van spreken mm -hmm. hebt, zeg maar, maar dan op een party. Uh, en als het echt van voor tot achter los gaat, dat vind ik het allermooiste. En dat is ja. ook uitzonderlijk. op een festival toch? Ja, bij ja, jou, ja, ja. jou niet. Nou <laughs> ja, ja, dit is wel. Ja, ik ja. heb mensen zijn natuurlijk. Je bent daar een hele dag en. Uh, ja, ik vind het heel, heel, uh, heel leuk om te proberen om zeg maar, de aandacht uh, van mensen te pakken dan. Ja. En uh, echt mijn best te doen om iets op het moment te creëren. Dan speel ik dus ook live. Zeg maar, normaal een DJ die uh, draait plaat van anderen. En daar kan je natuurlijk heel veel mee variëren. er is heel veel muziek. Maar als je live speelt, dan kan je echt de muziek aanpassen. Dus je hebt bijvoorbeeld een bepaalde melodie. Um, en die kan je gewoon veranderen op dat moment. Uh, en daar kan je dus echt eigenlijk, eigenlijk soort muziek maken die echt op het moment afgestemd is op de sfeer daar. En dat is super vet. En dat, uh, dat werkt ook heel goed. Uh, ja, dat is, dat is echt magie, want dan heb je gewoon iets wat op dat moment heel vet was en dan, dat is er daarna niet meer, weet je wel. En dan, ja, dat mensen dat toch op de een of andere manier Dat is ja, heel leuk. En je voelt echt, als je in het publiek staat, als de DJ zich ook met jou bemoeit. Ja, dat zeker. Voel je ja, 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 je in hebt alles. ook uh, ja, allegante kneuzen die daar dan staan en zeggen, ja, de mensen snappen mijn muziek niet. Ja. <laughs> ja, dat, dat heb je niet begrepen, vind ja. ik. Je bent uiteindelijk entertainer. Natuurlijk, en je moet niet opeens uh, andere hazes gaan aanzetten als je normaal uh, hardcore rijdt. Maar, uh, maar binnen, binnen de muziek, zeg maar binnen de perken van wat je, zelf, uh, ja, wat je zelf vet vindt, wat je zelf wilt delen met mensen, kan je ook al onwijs variëren. En uh, in principe vind ik wel dat je dat op zijn minst moet proberen om ja, binnen je eigen bereik, zeg maar, uh, om, om er dan een feestje van te maken. En als je van tevoren gaat besluiten: ik ga uh, vandaag uh, deze plaat, die plaat, mensen die dat helemaal voorbereiden. En het werkt dan niet. Kijk, ik kan iets voorbereiden als het helemaal goed werkt, prima. Maar het werkt dan niet, vind ik het heel. Uh, Arrogant en eigenlijk een beetje oneerlijk tegenover een party ook, om dan niet aan te passen. Je ziet het wel eens ja. gebeuren, weet je wel? Dan een, een DJ, en dan kan ook een hele grote naam zijn die daar staat, en die weet het dan even beter dan het publiek. Ja, ja zo werkt het natuurlijk niet eigenlijk. Ja, maar uiteindelijk verliest diegene dan ook als het terug een feest wordt, toch? Ja, maar dat is, ik vind dat is wel een beetje je baan als entertainer Natuurlijk is het ook, probeer je ook af en toe dingen uit. Um, je, je kan mensen ook een beetje educaten. Je kan ook uh, nieuwe dingen uitproberen. Maar mm -hmm. de hoofdlijn moet wel zijn dat je... Dat het, het is een feest, weet je wel. Ja. Zo moet het ook zijn. Ja, dat moet wel geknald worden. Precies, daarom. Ja. Hey, uh, laatste, doorhalen of uitslapen? Ja, ik heb nu eens niet zo tijd om uit te slapen. Dus dat is dan toch uh, met mijn schema wel doorhalen. Ja? Ja, zeker. Ik heb uh, in, uh, in de zomer, dus echt vanaf, vanaf maart, vanaf begin, eind, eind februari tot en met september... Over 20, 25 shows per maand gedaan. En over de hele wereld. Dus ja, ja wanneer ga je slapen? Dan, soms heb je wel eens een weekend dat je gewoon zes shows achter elkaar doet. En dan is het gewoon uh, ja, het vliegtuig in, uit, gewoon rennen, letterlijk. Om, uh, om ergens op tijd te komen. En dan ben je klaar. En ik heb ook altijd die live spullen, dus al die apparatuur en die synthesizers. Die neem ik vanzelf mee. Niet alles, maar de meeste dingen. Het zijn een paar koffers vol. En die pak je dan weer in met je team. En dan gewoon daadwerkelijk, dat moet dan binnen vijf minuten. Omdat anders is de jet, je hebt een timeslot, weet je wel. Al. Yeah. Dus als je dan bijvoorbeeld op Ibiza bent, um, dan kan je ja, met dat soort schemas, normale vlucht al vergeten. Want daar is gewoon geen tijd voor. Dus dan, dan moet je, ja, als je zoveel gigs doet, moet je soms een jet nemen. Maar die, omdat het zo druk is op Ibiza, als je die dan mist, het is niet dat je dan nog een andere slot krijgt. Want de hele dag zit vol. Met, uh, met alle DJ's die allemaal de hele wereld. Precies, overgaan, ja, 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 precies. En, uh, en een paar olie-seks die, uh, die een eigen jet erheen vliegen. Weet je, wel. je vet. Heel, dus, dat is, dus dat is het. Uh, ja, dan je moet goed. je het halen. Als je, ja. als je het niet haalt, dan ben je gewoon klaar. Want je kan niet met de auto weg van zo'n eiland, je kan niet zwemmen. Dus <laughs> ja, ja, je bent, het kan, ja, maar je het kan. Het niet. Nee, maar het is je enige optie, dus je <laughs> ja. moet het doen. En dat geeft vaak wel, uh, ja, geeft wel de nodige stress en zweet. Maar ja, uiteindelijk, als het dan lukt, is het ook alweer allemaal mooi. Maar uh, ja... Dan als je op zo'n schema zit in zo'n weekend, jij ja, wanneer ga je dan slapen in het vliegtuig een beetje? Maar als ik op mijn half bakken, weet je? Wel. Dan zit je daar. Oh my god! En dan, god. Ik zit ja. hier met open mond naar je te luisteren. Ik vind het zo vet. Alles waar je mee bezig bent. En ik heb me altijd afgevraagd als ik jou zie staan, hoe de fuck doe jij het allemaal? Dus daar gaan we het ook ja. onder andere over hebben. Mm -hmm. uh, maar dit is al heel erg leuk. En je ja. bent ook de allereerste gast. Die gewoon lekker een biertje aan het drinken is. Ik vind dat heel gezellig. Laten we, ik, mag, ik mag met water proosten. Cheers. Ja, cheers. Let's go. Dit is met z'n allen de podcast. Waarin ik, Gwen van Poorten, iedere aflevering in jouw anonieme vragen duik. En omdat samen advies geven leuker is dan alleen... zit ik hier vandaag met niemand minder dan... Reinier Zonneveld. En, en denk ik, um, voor een tornado van een week... want we staan aan het begin van ADE... Hoe gaat hij? Ja, lekker. Het ja, ja? ja, gaat, gaat heel goed. Um, ja, ik, ik kom net uit de studio. Ik had, daar, uh, had daar een meeting met uh, mensen waarmee ik werk van mijn boekingskantoor, ja. uh, de dus WME, een uh, Amerikaans bedrijf is dat. Ja. En uh, ja, dat, dat is het leuk van ADE, je komt allemaal mensen tegen waar je normaal ja, wel mee werkt over de telefoon. Of mensen die af en toe op een party zitten die ergens iets organiseren. Maar nu komt. De hele scene, gewoon echt over de hele wereld. Mensen uit Australië, mensen uit uh, Zuid-Amerika, die je dan uh, die je normaal een paar keer per jaar ziet, die komen allemaal hierheen. Mm. En natuurlijk probeer je ook iedereen even te zien en iedereen even te spreken. En vaak gaat het dan gecombineerd op een party en zo. Maar ook overdags, ja, dat praat net wat makkelijker, zeg maar, dan, uh, dan uh, in de gas houden. Yeah. Dus uh, ja, het is een onwijs drukke week. Als straks hier weg ben, dan uh, heb ik uh, een fotoshoot uh, ergens, maar... Uh, daarna ga ik de studio zelf nog in. Want er zijn ook heel veel artiesten, natuurlijk hier. En, uh, en een uh, aantal zangeressen uh, waar ik mee wil werken, die hebben een uurtje vrijgemaakt om even in de studio te gaan en kijken of we iets kunnen doen samen. Dus dat is super leuk. En dat prop je er dan nog tussen. Uh, morgen uh, heb ik onder andere ja, een, 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 een soort van masterclass van, uh, van ADE Stad in de Tabacco Theater. En daar um, leg ik dan uit hoe ik dan live speel. En dan kunnen, ja, er zitten er heel veel producers die dan vragen willen stellen. En uh, um, ja, dan geef je vijf, vier minuten, leg je uit wat je doet. En probeer zo goed mogelijk te antwoorden wat mensen willen weten. Um, ja, daarna, de, de rest van de dag zit dan helemaal vol met meetings. En dan om half zeven ochtends uh, de dan, uh, dan de gasthouder Awakenings. Uh, om daar uh, af te sluiten na Nina Kravitz en Power Het Temple. Wordt super dik. Wow, maar het is wel een, is wel een lang dagje. Oh, en dan donderdag sick. gaat het eigenlijk na een paar, even een paar uur slapen, even snel. En dan gelijk weer door en uh, ja maar het geeft ook heel veel energie het is zo leuk om iedereen te ontmoeten en ja, je doet in principe het scheelt als je doet waar je mee bezig bent ja. als dat als dat iets is waar je uh, waar je echt plezier in hebt als je het echt leuk vindt dan uh, is het ook, ja, dat zou je ook ja. wel weten. Dan is het ook ja. makkelijker om, uh, om daar veel tijd in te stoppen. Ja, ja, dat weet ik absoluut. Maar ik weet ook dat er grenzen zijn. Maar ik, ja. ik, 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 ik zie jou gewoon een soort, bijna als een soort van blije puppy. Maar het is niet dat jij er pas een jaartje bent. Want jij bent hier al fucking lang mee bezig. Ja, ja zeker. Wanneer was deze muziekkriebel uh, ontstaan? Nou ja, kijk, ik, ik speel dus al piano vanaf dat ik echt klein was. En toen schreef ik ook al, ik denk dat ik zes of zeven was, dat ik gewoon mijn eerste pianostuk, maar ook een, 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 een uh, symfonie had ik geschreven en zo. Gewoon. Ik vind muziek schrijven veel leuker dan, uh, dan zeg maar naspelen. Ja. En natuurlijk met klassieke piano dan speel je al die bekende stukken. Dat is ook hartstikke leuk en daar wil ik ook niet op afgeven. Maar dat is voor mijzelf, ik vind het veel leuk om gewoon te gaan zitten en gewoon wat te spelen op het piano. En uh, toen ik een jaar of tien was kreeg ik van een, uh, een oom, uh, dat is uh, de pianoleraar van Laidback Luke, was dat? En, oh, en die, uh, maar die had dus allemaal synthesizers staan en pianos en alles. En die deed vroeger dan concerten gewoon, uh, ja, zeg maar meer met, met feestmuziek. Deed hij dan zelf. En hij, hij zei altijd van, ja, ga maar zitten. En uh, ja, ga maar wat spelen. Hij had allemaal wel synthesizers rondom staan. Ik vond dat heel vet. En uh, ja, op die manier, dat was hem niet echt serieus, maar gewoon een beetje spelen. En op een gegeven moment uh, kreeg ik een cd'tje met een, uh, met een muziekprogramma erop. Reason heette dat. en Maar dat is dus één in het Engels. En ik was een 9 of 10 of zo. En uh, ik lees ook nooit handlijnen, doe ik nog steeds niet. En dat is echt fucking dom. En soms dan kom je ergens niet uit en dan ga je het zelf proberen. En dan op een gegeven moment google je dat. En dan krijg je een pagina uit de handleiding dus Zien ik, ja, als ik nou had gelezen dan ja. wist ik het wel. Ja. Op een gegeven moment, al die dingen lijken wel een beetje op elkaar. Dus het wordt er steeds beter in. Maar goed, uh, de handleidingen ja, die, 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 uh, liggen. Dus In het begin krijg je daar gewoon geen geluid uit. Want het is eigenlijk een nabootsing van. Uh, Zeg maar van apparatuur, normaal hardware, waar nee. je gewoon een synthesizer hebt staan. En dan die verbind je dan met kabeltjes. En dan kan je geluid krijgen. Maar ja, ik had nog nooit dat gedaan. En dan heb je best een digitale versie daarvan. Dus ja, zonder handleiding. Dus ik was uren aan het kloten. En op een gegeven moment kreeg ik dan geluid en dacht oh, wacht even, je kan hier dan de nootjes kan je invoeren en een ritmetje. En uh, spelende wijze kon ik daar op een gegeven moment echt wel best wel wat muziek mee maken. Um, en dan deed ik het gewoon voor de lol af en toe. Weet je wel. En dan een paar maanden deed ik het soms dagelijks en dan weer een paar maanden niet. Ja. En toen ik uh, ging studeren, toen ik 16 was, ging ik op een gegeven moment uit huis. En ja, dan heb je ook wat meer tijd, weet je. Um, en uh, dan zat ik daar op een studentkamertje met zo'n keyboard. Want toen deed ik nog steeds pianoconcerten af en toe. Dus ik had zo'n keyboard met gewogen toetsen om dan te oefenen. Er is natuurlijk geen, piano, geen ruimte voor een piano in een studentenhuis. En uh, uh, daar oefende ik dan op. Maar die kan je ook op een computer aansluiten. En dan kan je ook een synthesizer gebruiken en zo. Dus uh, daar begon ik een beetje mee te experimenteren. En dan soort van trip-hop, hip-hop dingetjes aan het maken. En uh, toen kwam een huisgenoot op een gegeven moment. Die zei ja, wil je een keer naar, naar een goede party toe? Schreef je dat wel wat. Om, uh, omdat, en ik kende techno en, een, en hardcore. Ik luisterde dat ook wel eens en zo. Toen ik jonger was, maar niet, niet heel intensief. En toen ging ik naar, volgens mij zat Richie Hart in. Toen, uh, toen Minus heel, uh, heel groot was in die tijd, 2006 ja. weet je wel, rond die tijd. Naar zo'n party toe. En uh, ja, ja, toen, dacht, toen dacht ik echt meteen van ja, dit, dit, dit wil ik maken. Ik vond het echt fucking vet. En, uh, Zag je ja. jezelf ook al meteen daar staan? Nou ja, het ging mij er meer om. Ik luister, dat dat ik vind performance sowieso heel leuk, maar het ging mij er meer om dat ik hoorde die muziek en ik vond het heel vet en, maar ik dacht ook van ja, hier is nog zoveel mogelijkheid om je kan hier nog zoveel veranderen. Dit is zeg maar wordt rock. Ik wilde vroeger eigenlijk altijd rockster worden. Ja. Of rapper. En dan de derde keuze was DJ. <laughs> maar het ding is kijk rock is al dood. Dat is helemaal uitgearrangeerd uitge, uh, uit eh ja. is maar daar, daar kan je dat dat heeft een zeg maar iets is rock of niet, weet je wel? Mm -hmm. En uh, rapper, wat mij op die manier wat streetcrats voor hebben, dus dat, ja. dat gaat misschien niet op. Nou, die heb je wel met die blues hoor. Ja. <laughs> Wie weet ooit. Maar uh, nee, maar goed. Uh, uh, kijk, kijk, met deze muziek, het leuke daarvan is, wat mij zo aantrok, is dat het is gewoon niet set in stone, wat techno is. Nee. Je had natuurlijk uh, 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 yeah, Robert Hood en uh, Kevin Sanderson, dat waren eigenlijk de, en Jeff Mills, een beetje de ja, oprichters van, van, van techno. Te gaan, ja, in de, Detroit, uh, zeg maar. Maar als je die muziek hoort, supervet, maar het is zo anders dan bijvoorbeeld uh, uh, wat uh, Richie en deed met Minus. Ja. En toen dacht ik ook toen ik dit hoorde, dacht ik ja, hier kan, hier kan je alle kanten mee op. En ik weet, zolang het maar werkt op de dansvoer, zolang je zolang het maar de party ga, gaande houdt, kan je dat zo gek maken als je zelf wil. En het was en dat... ook nog niet zo... Groot zoals nee, het nee, nu nee, is. Zeker dus toen niet. toen nee. wij naar dit soort feesten gingen, waren dat nog geen supersterren allemaal. Nee, maar ja, nee. ja, in de scene, in de scene, nu. maar ja. niet zeg maar, maar, niet zoals nu. Nee, nee en, en, zoals het nu is. en je ik ging, ik ging bijvoorbeeld ook niet vertellen op, uh, op de universiteit van, uh, weet je waar ik afgelopen weekend was? Daar wilde echt gooi je mond over. Want daar wilde je echt niet mee gezien worden dat je op een technifeest stond in, oh, in die echt? tijd. Nou ja, het was echt wel mensen die dan aankijken van. Uh, ben je er zo een? Ja, zo eentje of zo'n feestje. Zo'n joch. ook krek. Ja, precies, <laughs> dat soort. Precies. Dus dat soort dingen. Dus dat, dat kan je dan beter achterwege laten. Oh, wauw. Het uh, is ja. zo grappig dat iets waarvoor je je nou, een klein beetje schaamde, dat, ja. dat je nu Ja, gewoon... ja schaamde niet, weet je, wel. Nee, maar wel, je Maar je weet ook gewoon dat je, als je dan soort van professioneel bezig wil zijn, ja. of zo in zo'n werkgroep. Ik, 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 ik moet me voorstellen dat ik ook altijd te laat kwam. Maar ik kwam eigenlijk <laughs> meestal niet. En als ik kwam, was ik brak. Echt niet een beetje brak, maar echt, echt brak, weet ja. je wel. Echt helemaal de klote. En dan stinken naar alcohol. Geen tijd om te douchen, weet je wel. En dan ook ergens, ergens blijven slapen of zo. En dan, kan je, dit, ja, beetje, dan heb je je spullen ook niet bij je. Ja. Dus dan kom je met de kleren van de vorige dag. En als je dan ook rookt. Ja, vroeger mocht je ook gewoon nog roken op die parties. En dan zat je natuurlijk te paffen, te paffen. En dan kom je zo'n werkgroep binnenlopen met twintig man. En de professor zit daar. En die zegt zo, Zonneveld, uh, je bent wat later vandaag. Zei, ja... So, ik uh, zat even niet mee. <laughs> en dan ga je er zitten. En dat is natuurlijk. Je moest een bepaald aantal werkgroepen moest je bij zijn. Want anders, uh, anders dan, uh, mocht je tentamen niet doen. Dat was destijds in Rotterdam. Was dat. Dus ja, eerst miste ik ze dan allemaal. En dan moest je, weet ik veel, 40% er zijn. Ik weet niet meer, maar zoiets. Ik, dat weet ik geen eens meer. <laughs> maar goed, je moet dus. Dan, dan probeer ik toch nog af te tekenen op de lijst. In ieder geval door te zijn. Puur voor het aftekenen, maar dan, dan kom je daar binnen en dan ja, kom je net van een, van een party afzetten. Of, uh, of je wilt ze nog muziek aan het maken. Dat denk ik ook best vaak. Het, ja. en maar dan, zie uh, je die gasten uh, wel eens nog uh, in het publiek staan bij jou? Zeker? Die, die ja, 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 lijst, ja, ja, zeker, ja, ja. ik heb nog steeds veel vrienden uit mijn studententijd die ik vaak zie. Uh, Sommigen werk ik zelfs mee, uh, nu in mijn team. Maar uh, ja, ook gewoon, ook gewoon mensen waarvan ik het niet verwachtte, die destijds heel braaf, die nu ergens bij een bank werken of zo. En uh, die staan in het weekend uh, eenmaal sterker te gaan als een party. Ik had nu nog een biertje ernaast tijd tijd ja. ja, Het is super leuk om uh, te zien. En uh, ja, uh, iedereen okay. vindt het ook heel leuk dat het dan gelukt is, want iedereen wist natuurlijk hoeveel ik daarmee bezig was. Ja. En uh, ja, destijds zei iedereen van. Ja, wat de fuck, weet je? je. Je kan gewoon je studie doen en iets normaals doen. Je zit hier alleen maar muziek te maken met. Uh, zeg maar, alle, je hebt dan de. Weet je wat toen? IB-groep, geloof ik. Ja. Maximaal lenen. Ja. En, allemaal mooie synthesizers, speakers. Dus, uh, je hebt dat nodig, weet je. Dat was nog voor 0% rente. Ja, maar toen zag ik op een gegeven moment dat bedrag na een, een jaartje of acht. Ah, ja. Toen dacht ik wel van, uh, fuck, als dat niet lukt, uh, dan is. Uh, als een malle toen uh, met zeg maar. Op een gegeven moment ben ik. Had, deze, deze eerst ekimetrie. En toen heb ik wat andere studies geprobeerd waar ik... Ja, niet helemaal... Dat vond ik eigenlijk drie keer niks. Ja. Um, en... Um, ja, bijvoorbeeld, voor technische dingen, wiskunde en zo, vind ik best leuk. Alleen als je dan... Um, ja, zeg maar... De, de type banen waar je dan voor wordt opgeleid, dat je echt als een techneuter zit, dat werkt voor mij niet. Ik vind het ook leuk om met mensen te werken en zo. Dus, mm -hmm. dat, soort, dus dat is dan toch lastig, weet je wel. Dus dan weet ik uiteindelijk dat een corporate finance zit een beetje in het midden Daar heb je toch wel wat technische wiskunde, dingen en achtergrond voor nodig. Maar dan kan je ook een beetje... Ja, zeg maar gewoon uh, uh, sociaal aspect heb je daarin. Dus ik had er uiteindelijk dan die masters gedaan. In anderhalf jaar twee masters. Real estate finance, en corporate finance, Maar we, dat was puur... Want ik was nu ook al uh, illegale raves aan het doen. Ieder weekend en zo. En af en toe ook gewoon normale boekingen. Dus ik was eigenlijk ieder weekend... Stond ik gewoon te diep in de nacht te draaien. En ik maakte dan de hele week muziek. Ik had afspraken wel met mijn professor. Die wisten dat ik dat ik dus... Ik zei dat ik een bedrijf naast had. dat ook zo was. Want ik deed ook, uh, uh, zeg maar... Uh, uh, mixing en mastering, wat je ja, in principe hier ja. ook gebeurt. Ja. Dus gewoon om iets zeg maar, goed te laten klinken en daar verdien ik dan uh, wat geld mee. Uh, en dan daarnaast, uh, maar ik zei natuurlijk niet van: uh, ik sta op een ideale weef tot ochtend. zolang ze langzaam niet om vroegen, sommigen vonden het ook leuk, maar mensen die niet om vroegen dachten, dan laat ik dat lijkt het een beetje in het midden. Uh, en daar verdien je natuurlijk ook niks mee. Dus dat was niet echt het deel van het ja. bedrijf toen. Uh, maar ze wisten dat. En uh, ze waren er heel relaxed mee, ze zeiden: ja zolang je gewoon goede cijfers haalt, dan uh, hoef je het niet vaak te komen. Dus zo gezegd, zo gedaan. En, uh, maar dan voor die tentamens. Ja, gewoon, ja dan, als je dan in een paar weken probeert, zeg maar... Omdat alles wat je in tien weken had moeten doen... Ja. Dit is super intens en Dan slaap je bijna niet. en Dat deed ik sowieso nog niet zoveel. Dus alleen maar studeren. En dan precies op, die, op dat moment kreeg ik al heel veel inspiratie. Omdat je dan niet met muziek bezig bent. dan ja, even een plaatje maken tussendoor. Synthesizers aanzetten. Zee. En dan... Uh, vaker gebeurt het ook nog dat ik een belangrijke boek in bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, een jaar of uh, zeven geleden of zo, mocht ik dan Mysteryland, de mainstays, openen. En is er natuurlijk nog helemaal niemand, maar het staat wel goed dat je daar mag staan, ja, weet tuurlijk. je wel. Dus, uh, maar dat was de dag voor mijn tentamen ook. En dan had ik, later die dag had ik dan nog een illegale rave ergens in een van de kantoorgebouwen. <laughs> Volgens mij, dat was dat was toen ook nog op tv geweest. Dat was in Amsterdam de grootste illegale rave ooit. Ja. Tien verdiepingen in een kantoorgebouw. En ik deed dan de kelder daar. Maar ze begonnen dus boven met ontruimen. Dus wij hebben nog echt vier doorgaan. Terwijl ze, <laughs> ze hadden in het hele gebouw duizenden mensen. En voordat ze bij de kelder waren, de politie, ze het zijn altijd heel relaxed hè, met dat soort dingen. Dus gewoon als ze daar, zolang iedereen normaal doet, dan uh, is het gewoon van ja, als ze nu de muziek uitzetten, is het goed. Als je doorgaat, dan nemen we alle apparatuur in beslag. nou Zit je het uit, pak je het in, je weg. Ik dacht oprecht toen ik klein was dat we in 2022 vliegende auto's zouden hebben. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Maar op het gebied van menstruatieproducten zijn we wel serieuze stappen aan het maken. Want we kennen natuurlijk allemaal maandverband: tampons, je hebt menstruatiecups. Maar nu heb je ook snuks. Menstruatie ondergoed. En zij hebben dus ondergoed voor iedere fase van je menstruatie. En dat wil dus zeggen dat je alleen dat ondergoed hoeft te dragen. Dus geen cup, geen tampon, geen maandverband. Het zit allemaal in het ondergoed. En ik heb het hier voor mijn neus liggen. Het is super zacht. zit ondergoed in verschillende kleuren. Met daarin een beschermende laag die ervoor zorgt dat je niet doorlekt. Dus eigenlijk stressvrij en comfortabel ongesteld zijn. Dat is wat Snuks is. Ook als het niet meer zo. Heftig is, kan je bijvoorbeeld zoiets als dit dragen, je kan het wassen um, en er zijn een hele hoop vrouwen die hier heel erg blij van worden. De verpakking is prachtig vormgegeven, moet je eens even kijken. Ik heb een kortingscode voor je. Met de code, met z'n allen, krijg je 15% korting op snux.nl en die is vanaf nu drie weken geldig. En als je dit een keer wil proberen, dan is dit het allerbeste moment. Maar wat dacht ja. jij hè toen je DJ wilde worden? Ja. Hoe keek je naar het beroep DJ zijn en hoe is het in de realiteit? Waar, wat is uh, anders dan je dacht? Ja, ik weet niet hoe ik daar naar keek. Ik, ik wilde vooral gewoon iets waar ik... Um, mijn droom was altijd om de hele dag met muziek bezig te zijn. Dan muziek, maar dan niet zomaar muziek, maar gewoon muziek die ik zelf maak. Ja. En op mijn manier en hoe ik het vet vind. Dus als ik, als ik de studio in ga, mijn droom was om... Ik ga daar zitten en ik maak gewoon iets wat ik op dat moment wil maken. Ja. En ja, ik ben su super happy, omdat ik ik heb dat dus de muziek die ik maak zeg maar, ik maak gewoon echt altijd waar ik zin in heb en niet alles is geschikt voor, um, voor een party maar dat hoeft ook niet dat heb ik gewoon en dat ja. ja dat is daar en misschien gebruik ik het ooit nog eens of misschien niet of ik zet het een keer aan weet je wel maar op die manier hou ik het heel leuk voor mezelf ja. uh, als ik zeg maar ja er zijn bijvoorbeeld DJs um, ja ik zei het trieste geval voor het Ja. Uh, die vond hem, ik weet niet de details, maar volgens mij vond hij optreden verschrikkelijk. En die deed dat dan. Mm -hmm. En dan ben je natuurlijk niet gelukkig. Als je 200 keer per jaar ontsteeds gaat staan, en je gaat iets doen waar je geen zin in hebt, dan ben je zelf aan, aan het martelen. Want mm -hmm. als je, ik kan je wel vertellen, als je het niet leuk vindt om uh, optreden te doen. En je gaat er dan zes in een weekend doen met die schema's, wat ik net al vertelde. ja Dat slaat ja, echt nergens op. Dat nee. moet je niet doen. Dus uh, ik zou dat niet kunnen. Maar omdat ik gewoon er, iedere keer ergens kom en echt gewoon. Uh, ja, gewoon lol heb, omdat ik gewoon muziek die ik net heb gemaakt, bijvoorbeeld die week kan laten horen aan mensen. Ja. En dat gewoon live een beetje kan kloten. En dat mensen dat, ja. dat ook vet vinden. En dat je gewoon een dikke party hebt. Dat is echt het mooiste wat er is. En dan maar, heb je die al, energie ook weer. Maar had je dit durven dromen? Dat dit ook ook. Nou ja, had je het gedacht dat dit ooit zou gebeuren op deze manier? Um, ja, gehoopt. Kijk, ik ben ook heel realistisch. Ik dacht gewoon. Ik kan in ieder geval, mijn uh, uh, ouders zeiden altijd. Met dit soort dingen. Ik, als je iets gaat doen, maakt niet uit wat je doet. Maar kies gewoon iets wat je leuk vindt, maar probeer er dan zo goed mogelijk in te zijn wat, je, wat binnen je bereik ligt om mee te doen. Want zeker als je, als je, ze wisten al dat ik ja, bijvoorbeeld zoiets zou willen, willen doen, maar met dit soort dingen moet je wel echt je best doen, zeg maar. Ja. En je wordt heel vaak krijg je tegenslagen, dus je weet ook echt wel dat de kans dat zoiets lukt, is gewoon niet zo groot. Zeg maar ik heb, uh, denk ik vanaf ja, zeg maar, 2006, 2007 zat ik gewoon iedere dag muziek te maken en... In 2012, 2013, 2014 bracht ik heel veel muziek uit. ook echt op grote labels. Dat je bijvoorbeeld, uh, ik heb ook het label van Richie Hart ook geleas in die ja. tijd, wat voor mij een onwijs droom was, en dan stuurde ik plaatjes naar hem en dan zag ik later op Instagram dat hij dat dan in Spacey Beats zat Ja, super, super vet. Maar uh, uh, op dat moment had, stond ik gewoon nog gratis op illegale te draaien. <laughs> en dan leende ik 50 euro bij mijn broer om benzine het hele te betalen. Omdat ik gewoon, je moest echt op het bos in rijden. Ik had gewoon geen geld meer, weet je wel, yeah. en dan is dat best wel frustrerend. Super demotiverend. Ik kwam dan. Op uh, uh, Awakenings was dat in 2015. En toen zat ik er zelf nog niet. In 2016 stond ik voor het eerst. mocht ik openen daar. En dat was, uh, ja, dat was echt een droom. Maar in 2015 kwam ik daar gewoon als bezoeker. En iedere DJ daar. Gewoon niet overdreven draaien. Minstens één of twee platen van mij. In een set van anderhalf uur. Dus dat is aan de ene kant fucking vet. Want je staat daar. En dan opeens uh, hoor je je eigen track. Zeg maar voor 10.000 man daar. En gaat echt helemaal los. Maar dan denk je ook van ja. Ik kan dit ook gewoon zelf doen. Zeg maar. Ik, ik, ik maak die muziek. En niemand weet dat. Ja. En ik stond daar en er in iemand van... Ah, vette plaat. Ik ken je die plaats Ja, heb ik gemaakt. Ik, het, ik zei dat gewoon. Rend", en zei, Ja, tuurlijk. <laughs> ja, grapje. Weet je wel zo. Ja, wat ga je zeggen? Maar dat, iemand, iemand was gewoon kijken van het filmpje. Wat, wat is dit voor plaat? En uh, dat is een super rare gewaarwording. Ik vond het wel grappig natuurlijk. Maar het is ook wel een beetje demotiverend als je naar nou weer thuis komt. En de realiteit is dat je gewoon... Uh, uh, 50 euro van je broer met lenen. Precies. Ja. ja. En dat is wel. Dan weet je eigenlijk op een gegeven moment kom je op een punt. Ik was dan uh, uh, bijna klaar met mijn studie uh, rond die tijd 2015. Dat helemaal afgerond, die masters. En uh, dan moet je gaan kiezen. Ga je? Uh, ik had een scriptie geschreven en dat. Ja, mijn scriptiebegeleider was uh, een hele aardige man. Was dat professor en die zei ik van ja heb je als je hulp wil met het zoeken van een baan dan zeg ik ken nog wel mensen bij een bank en dan uh, als je die als je daar een goed verhaal doet en je legt uit wat je hier hebt gedaan dan heb je goede kans dat je wel een goede baan krijgt en uh, dat was dan als uh, ja, in de finance wereld daar heb ik helemaal geen zin in maar ja, aan de andere kant uh, wat zijn je opties als die muziek niks wordt ja. uh, ik, je hebt ook nog eens een IB een groep die je even moet terugbetalen mm. ja als je dan als je dan uh, 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 Acht jaar lang synthesizer daarvan haalt. En <laughs> ja, dan moet je wel, weet je wel. Je moet, anders dan heb, je, heb je geen dak boven je hoofd. Bij wijze van spreken. Het is gewoon, uh, dat is wel de realiteit op zo'n moment. En uh, toen heb ik tegen mijn ouders gezegd... wat denk je nu, moet ik die baan aannemen? Of gewoon uh, uh, muziek proberen? En toen zijn mijn ouders allebei gelijk van. Probeer nu gewoon een jaar lang. Als het dan niet lukt, dan heb je het geprobeerd, dan heb je geen spijt meer van. Als je straks kinderen hebt, dan ga je dat niet meer proberen. Dus ja. je moet het gewoon nu doen. En uh, een van mijn beste maten, Axel, dat uh, was dat kort mijn manager ook. Ja die uh, 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 toen nog niet, het was gewoon een vriend die dan hielp met alles. En die zei ik van ja, we gaan het gewoon een jaar proberen en dan uh, ja, kijk maar, dan weet je, wel. dan kan je daarna altijd nog een normale baan kiezen. Uh, dus dat was super spannend. En uh, ja, dan is het echt wel. Hoe het jaar begin... was dat? 2015. En uh, ja, toen eigenlijk eind van 2015, toen ik echt toen officieel mijn studie had gerond, dat zit al een paar maanden tussen, weet je, mijn scriptie en alles. Uh, toen kreeg ik een telefoontje van. Uh, Olivier koletski dat is de Duitse DJ. En ik had hem wat, ik zag dat hij een nummertje van mij draait. Het was op ADE, daar was ik zelf bij, op pleinvrees. En ik dacht van ja, als hij dat nummer draait, kan ik nog een paar maken voor hem. Hij had een heel groot label, ten stil van talent. <laughs> en toen heb ik hem zes nummers gestuurd. Ik had hem echt gemaakt voor zijn label, weet je wel. Maar in, in, in een week tijd of zo gewoon. Uh, en, uh, zes beste nummers eruit gekozen, wat ik had gemaakt die week. En hij hem gestuurd. En toen kreeg ik eerst geen reactie, toen werd ik opeens gebeld. En toen zei, ja, wat vind je nou zelf van die demo? En ik zei, ja. Ja, ik vind volgens mij wel vet. Zegt, ja, vindt, ik vind het waanzinnig. Zei het. Wat, wat wil je doen? Wat wil je ermee bereiken? Ik zeg, ja, ik, wil, ik wil gewoon uh, DJ worden. En ik wil mijn eten en mijn huur ervan kunnen betalen. Dat ik gewoon de hele dag muziek kan maken. Zeg nou, kan wel helpen. Maar ja, iedereen zegt het altijd. Hè? En dan ja. probeer je gewoon een beetje geld te Of het zijn allemaal boefjes ja. in de muziekindustrie. Zeker, zeker als je daar, zeg maar, als je net begint... Ja, zeg maar, hoe vaak ik niet contract onder mijn neus heb gehad, zeg maar ook op een afterparty. Weet je? Als, je dan, als je dan helemaal moe bent en helemaal in de olie. Oh, hier is even een contract tekenen even. En dan teken je al je muziekrechten weg voor de rest van je leven. Weet je? Dat soort ratten. Wauw, want die, uh, die lijn is natuurlijk heel erg. Uh, weet je, de, de, ja, de, de, precies. ja, precies. En het zijn het is allemaal heel vriendschappelijk ja. en het zijn ook echt leuke mensen. Maar die, die draaien ook een business. En die. Denken misschien niet per se dat ze iets slechts doen. Die, ja, weet je, die denken gewoon oh ja, contractje tekenen. Maar ja, stel je voor dat ik dat nu had gedaan. En ik ben nu nog steeds uh, 70% van mijn geld aan het inleveren aan een van de Pipo die mij een contract geven in dat jaar, weet je wel. Maar dat gebeurt dus, hè. En daar kom je ook niet zomaar onderuit. Dus uh, daar valt van alles voor, wat voor te zeggen. Maar goed, daar heb je dus mee te maken. Dus ik denk, ja, dat kan uh, 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 meneer Koleski wel zeggen, maar ja, weet ik veel wat het waar is. Maar toen wel die moment uh, Audiers avond op. We gingen dus die platen uitbrengen. Hij had het ook meteen op vinyl laten drukken. En dat kostte tegenwoordig ja dat kost gewoon veel geld dat is echt een commitment als label dan eigenlijk als je dat doet dan weet je uh, dan investeren zij ja in, in, in duizenden van die vinyls en dat kost best mm -hmm. veel geld en de distributie ervan dus dat betekent eigenlijk dat zij ervan uitgaan dat het een hit wordt en dat die vinyls allemaal verkocht worden wat mm -hmm. ja op, op zo'n moment best wel uh, ja best wel vet is hij geloof geloofde er echt in en toen belde hij met oude nieuw belde die op en toen zei hij van uh, ja kijk even in je agenda ik heb een uh, paar optredens voor je want ik ging bij zijn boekingskantoor dan voor duitsland uh, 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 ja, de gas heet dat dus Germany, Austria, Zwitserland. Dus yeah. Oostenrijk, Zwitserland en uh, Duitsland. En uh, ik had er niks van verwacht. Ik dacht, het is gewoon een lulverhaal. We gaan die platen uitbrengen, dat zien we wel. En uh, toen had hij me dus, stond mijn hele agenda vol in maart en april had hij gewoon twee maanden lang op zijn tour door Duitsland en uh, Oostenrijk en Zwitserland had hij me overal neergezet, maar niet als opener, maar gewoon op primetime, na hem. Oh. En dan een uur. Wat ziek. Dus, ja, dat is super sick. Dus ik kon het eerst niet geloven. En hij betaalde er ook gewoon voor. Weet je, ik kreeg daar gewoon niet superveel natuurlijk. Maar eigenlijk gewoon een nette fee. Waar, en uh, de tickets, de vliegtickets bij. En een hotelkamer. Dus uh, ik kon vanaf dat moment gewoon daadwerkelijk. In ieder geval mijn huur ervan betalen. En mijn eten. Gewoon waar ik Wat ik eigenlijk had gezegd dat ik wilde. Dat had hij in één keer geregeld. En het mooie was, hij was ja, hij is nog steeds populair, Maar hij was toen echt. Ja, met Stil for Talent. Dat label. Was een van de grootste techno-labels. En uh, super populair in Duitsland was hij. En, en, je. Uh, dus, dus je kwam daar en dan stond er gewoon 2000 man. En dan mocht je dus na hem je live setje doen. En uh, je, je muziek dus share. En dat, het werkte super goed. Iedereen vond het. Ik wist al dat die muziek wel werkte. Omdat op die raves waar ik draaide, die illegale party, stond ik voor. 100 of 200 man het ging helemaal los. Ik had daar ook wel echt fans van die altijd kwamen en zo. Dus ik wist. En je dat... hoeft dus niet nu je je corporate baan aan te nemen. Dat is ja precies. In dat jaar ja, is het dat het was echt gelukt. precies op dat. Ja. Echt toen ik dus besluit nam om dus een jaar ervoor te gaan, gelijk aan het begin van dat jaar, lukt het meteen na een maand. Dat was gewoon toeval en gel heel gelukkig ja, toeval. Ja, ik geloof niet dat het toeval is. Je hebt ja, ja. er zo lang, zo hard naartoe gewerkt en overal ja. alles uitgezet en dan ja. valt hij dan meteen. Het moest ja. gewoon zo zijn. Ja, zeker. Nou. Ja, dat was echt. Uh, ik ben hetzelfde zelf zo gelukkig geweest als toen. Dat je aan het eind van de maand je, je, je huur betaalt. En je kan het gewoon van je muziek betalen. En dan werd je iedere dag word je wakker. En dan, uh, maar ook gewoon echt. Ik werd gewoon zeven uur s ochtends wakker dan door de week. Terwijl ik in het weekend gewoon het hele weekend aan het draaien was. Omdat ik gewoon zo excited was: ik kan de hele dag muziek maken. Oh, wat ja, lekker man. Uh, ja, super heb... nice. Ik heb een vraag van iemand en ik, ik denk dat jij daarmee advies in kan geven. Ja, um, hé, hey, ik ben een gast. Ik heb een vraag voor in de podcast. Ik heb last van concentratieproblemen. Ik kan soms drie dagen doen over een taak die maar een halve dag nodig heeft. Ja. Mijn werkgever heeft er nog niet echt door. En ik baalde ze, maar ik baalde zelf zo erg van. Heb jij en je gast tips? Oké, okay, voordat we tips gaan geven. Mm -hmm. Jij draait marathonsets. Ja, zeker. Wat is de langste die je tot nu toe hebt gedaan? Uh, ja, 12 twa uur 20 minuten. En ja, dat is voor, <laughs> voor uh, ADETS 19. En dat is. Uh, je kan zeggen. Kijk, maar, er zijn DJ sets die langer zijn. Maar uh, in live, volgens mij was het, voor, het, voor, het live is dat je alle muziek op dat moment zelf maakt. Het uh, oude record was van Egbert. En volgens mij was het vijf of zes uur. Dus dat heb ik eigenlijk met dubbel. Uh, 12 uur, 12 uur, 12 uur, uur, dat is twaalf uur. te is muziek knijpen lang. Je staat de hele tijd aan. Hè? Je kan niet stoppen. Ja, maar um, hoe doe je dat? Hoe bereid je jezelf voor? Nou, er zijn, er zijn bepaalde dingen. En ik denk. In de ja, zal ik het focussen op de vraag eerst of gewoon in, in nee? Geen... Die vraag ja. laten we ja? dat hele ja? concentratie ding dat ja? doen. We even naar het okay. einde. Ja. Nou ja, het belangrijkste is: kijk, er zijn, er zijn meerdere voorbereidingen voor. Uh, het allerbelangrijkste is dat je helemaal zeker bent van je zaak. In de zin, je moet zoiets niet proberen als je er nog niet klaar voor bent. Kijk, je begint eerst met. Uh, kijk, een, een dj-set van twee uur is al lastig als je nooit dj't. Omdat je moet twee uur lang de aandacht van mensen houden. Maar als je twee uur je eigen muziek live moet performen... en dan ook nog aan moet nadenken... want ik bereid het niet voor, ik weet niet wanneer ik wat ga nee. doen. Uh, je kan in principe alles doen wat je wil op dat moment. Dus je moet een soort van gevoel krijgen... Eerst om, met, om, om zeg maar het publiek te readen en dat, die zaal goed aan te voeden. En dat kost, heel, dat kost jaren om zeg maar. Ik heb zo vaak cut-sets gespeeld. omdat je op een verkeerde moment schakelde. Ik schakelde toen ook van genre weet je. En dan ging <laughs> van keihard techno, Dat werkte dan niet. En ik wilde altijd. een beetje die party in, in, in stand houden. En dan ging ik opeens gewoon disco proberen. Gewoon echt in een paar minuten. Ik ja. maak ook wel eens disco plaatjes en house en zo. Gewoon een heel ander genre. En dat is natuurlijk waardeloos. Ja. Maar dat. Hey, maar, maar, je, maar dit is ja, wel hoe je hebt geleerd. Ja, precies. Ja. Daar ben ik ook heel blij dat het zo lang duurde. voordat ik doorbrak. Omdat je hebt echt wel hebt heel veel oefening nodig Kijk, je, je kan thuis vette muziek maken is één ding. Maar live performen en zelfs ook als een dj performen. Zodra er een dansver voor je staat. Het, het, het belangrijkste skill is uiteindelijk op het juiste moment de juiste vibe brengen. En ja. dit, dit kost gewoon jaren jaren aan oefening met optreden. Dus dat, is, dat heb je niet naar 100 optredens. Dat heb je niet naar ja. 200 optreden. Dat gaan, er gaat heel veel tijd overheen. voordat je daar echt, echt het gevoel voor krijgt. En daar echt zeg maar, helemaal zeker in bent. Dus voor zo'n all het Belangrijkste is gewoon dat je dus echt al wel heel vaak hebt opgetreden. Want als je het 12 oh ja. uur doet hè maar jij ja. hebt het over het hele muzieke aspect. Ja. ja. Maar de mens, hoe ja. de fuck krijg je het? Ten eerste, hoe krijg je het in je hoofd? Kopje koffie. Ja. Of, ja, ja, maar dit. Oké, okay, dus dat nee. is het. Dus het is gewoon niet helemaal nuchter. Nee, zeker wel. Ja, zeker. Ik drink bijvoorbeeld. Ik drink dus wel wat alcohol. Want, uh, dat is gewoon, Dat vind ik gewoon lekker. Want je aan het begin, als je dan met de, de meeste komen dan met, met mijn hele crew, als ik zo'n all-nighter of een all day doe, En je moet dat ook een beetje festief maken. Je wil daar niet uh, niet met een uh, weet ik veel, met een appelsapje staan. Nee. Uh, dus, dus dan drink ik eerst een paar glazen wel aan het begin. Dat je ik kan ook niet te veel drinken. Want, kijk, op een gegeven moment moet je dan ook pissen. En, ja, maar je, je kan, kan toch dit, wel even weg? Ja, maar als je het dus live speelt, als ik wegloop, dan gebeurt er niks. Dan blijft het gewoon de hele, hetzelfde beatje. Blijft het dan gaan. Maar, maar wat doe je dan? Ja, ja, dan, ren, toch, dan ren, ik, dan ren ik, ja, 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 je, ik meestal een paar keer even snel. Maar echt niet veel. Want je moet dus precies balanceren. Als je zo'n lange set doet. Dat je, kijk, als je in één keer een heel glas wegdrinkt. Dan moet je doorstep. Dan moet je dus eerder plassen dan als je. Iedere keer een zipje nemen, Dat is één ding. En je moet zorgen dat je genoeg zout binnenkrijgt. Dat je, dat je dus dat vocht vasthoudt. Anders zweet je alles uit en krijg je kramp. Als je in een hete club van 40 graden staat. Ook al een keer gehad. En dat is uh, hittekramp dan. En dat wil je echt niet hebben. Oh fuck. En dat was eigenlijk, dus voor die 12 uur, had ik dat weekend ervoor ik vijf optredens. En het, uh, het zesde optreden daarvan, dat was dus vanaf donderdag tot zondag. En die zondag deed ik dan uh, in Duitsland een all van van 10 uur. Ja. En dat was in een club waar ze, ik ga niet zeggen waar, maar dat was een club waar. Ze hebben twee keer te veel mensen binnen hadden gelaten. Oh. En ze is soort van bunker. En de warmte, uh, de airco's ging kapot. Dus het werd daar binnen 50 graden. En mijn, Hij staat daar tien uur. Ja, mijn, zeg maar mijn lichtguy, dat is uh, um, een uh, Michael. En die heeft, uh, um, uh, die, die heeft al dat licht gedaan voor allemaal all-nighters en zo. Die doet het nog steeds. En die stond gewoon met een zak ijs over zijn nek. Omdat het zo warm daar werd. Ja, dat ging gewoon niet. Maar ik kan dat niet doen. Want als mijn apparatuur nat wordt, dan werkt het niet meer. Dat zijn vaak tartsgevoelige dingen, ja, net als, als zo'n dingetje op je laptop. Weet je wel. Ja. Dat werkt niet als het nat is. Dus je staat heel awkward, om te zorgen dat je zweet niet erop valt. En dat deed het zo af te vegen. En dan ga je dus je handen en je spieren heel erg aanspannen. En dus na, echt na tien minuten daar, dat het stond gelijk aan het begin vol. Ik denk na tien, twintig minuten van die tien uur krijg je dus hittekramp. En dat begint dan in je handen en in je voeten. En op een gegeven moment gaat het door je hele lichaam en heb je dus overal kramp. En dan ben ik dus wel een paar keer weggegaan naar de... Wc. Iedereen geval gaat het oké okay, met je? Ja, ik, ik ga echt niet stoppen, weet je wel. Dat, dat doe ik niet. Ik ga het gewoon volmaken. Dus ik zei, ja, ah, gaat prima, gaat prima. Een beetje naar de wc toe. Oh, in de wc Dus was ik wel af, hier was ik dan wel af en toe een paar minuten weg. En als ik in de wc de deur dicht. En snel rekken en strekken en zo. Om die krampen proberen uit te krijgen. En dat werkte dan, omdat het daar cooler was. Maar ja... Je komt terug en het is weer 50 graden en binnen een paar minuten ben je weer uh, saai. Ja. Op een gegeven moment is het gewoon echt in je gezicht en zo. Ja, is, net wat als, als je, bij marathonrenners heb je dat dus ook, kan je dat dus ook krijgen. Het betekent gewoon, het heel, het, dat heb ik toen op de hardweg geleerd. je moet dus genoeg zout binnenkrijgen. Ja, er dus, uh, ja. wel een uh, drankje, ja, genoeg zout binnenkrijgen. Precies, en als je dat dus niet hebt, als je zoveel zweet, dan, dan kan je drinken wat je wil, maar dan raak je steeds, nog steeds uitgedroogd in je spier. Dan krijg je een kramp. Ja. Elektrolyten en zo, die gaan dan uh, uh, allemaal in je lichaam uit. En dan. Ja, dus nou, ik heb het uiteindelijk wel de tien uur uh, volgemaakt. Op, op echt tien minuten na of zo. Want op een gegeven moment had iemand het briljant idee. Want op een gegeven moment was het wel heel duidelijk dat ik echt best wel veel pijn had. Echt veel pijn. En toen kwam iemand met het briljant idee om mijn schoenen uit te doen. Ik zei, ah, dat gaat niet werken, want dan gaat je voet krom staan, weet je wel. <laughs> dus ik deed mijn schoenen uit. En het stond op mijn voet uit, toen kon ik dus niet meer staan. En uh, toen, uh, toen heb ik de muziek uitgezet. Ik zeg dankjewel. <laughs> Doei. <laughs> en uh, toen ben ik dus gaan... Achter heb ik toen... Uh, kreeg ik allemaal eten en gewoon binnen 10 binnen, binnen minuten, 20 minuten was het gewoon weg. Ik dacht, fuck, ik had gewoon moeten eten. Want, oh, maar okay. dat denk je niet aan, weet je wel. Maar, maar hoe was, overleef je dit nu, zo'n marathon? En waarom nou ja, blijf je het ook de hele tijd nou ja, doen? Kijk, nou, dit is dus, ik heb dat één keer gehad. Hè, want, want ik had hier al 20 van die marathons gedaan. Maar dat was gewoon even één keer met 50 graden. Dat kan dus niet blijkbaar. En, um, dat was dus, maar was die, dat was die zondag. En, ja? die, en die, die donderdag had ik dus die recordpoging van 12 uur. En dat stond overal, dat je al in DJ Mac en dat was uh, in de social media. Iedereen had het over van, of iedereen uh, in de scene, ja. van uh, ja, 12 uur, superlang, wow. Uh, ik had, dit is net gehad en ik, had, ik was dus maandagochtend klaar yeah. om uh, 8 uur s ochtends. En ik had gewoon de hele fucking week, had ik nog overal spierpijn, want die kramp was zo heftig. Dan krijg je gewoon spierpijn overal van. Hè? Dat is gewoon, je spieren gaan gewoon beschadigd dan. Ziek. Dus uh, ik moest die ochtend, die donderdag, moest ik afsluiten op Awakenings naar Cole Cox, in de Warehouse Elementenstraat. En dat was van 6 tot 8. Dus ik moest ook lekker vroeg mijn bed uit. En die avond stond ik gewoon van twaalf uh, van tot twaalf. Dus twaalf uur s'avonds tot twaalf uur s middags, recordpoging. En niemand van mijn vrienden, die waren er allemaal bij die zondag met een grote groep, twintig man. En niemand durfde het te zeggen. Maar ik, ja, ik dacht het zelf ook, hoe de fuck ga ik dat dan doen? Want ja, nee. dat kan eigenlijk niet. Want als het 10 uur. Het, ik voel het nog steeds, zeg maar. Ja. Dus, uh, maar goed, dat was in de marktkantine. en daar heb ik heel, heel vaak van die uh, en daar is gewoon goede ventilatie en daar wordt het geen 50 graden en dan dus even, even een banaantje tussendoor en een beetje zout, En een likje zout tussendoor en uh, ja, was wel echt heel zwaar, maar wel ging helemaal goed. Hè? Nou, dat was prima. Dus dan heb ik hem wel gedaan, want je kan dan niet zeggen, oh, we dus zijn na vier uur stoppen, van oh jongens, het is toch niet gelukt. Kom je aanzetten met twaalf <laughs> uur uh, wereldrecord, bla bla. En dat is, die kan niet stoppen, je moet het gewoon doen. En daarna, dus, um, ja. wat merk je dan aan jezelf? Ja. Um, hoe kom je daaruit? Voor mijn gevoel moet je gewoon op een brancard afgevoerd worden. Mm. Hoe zit het met je zintuigen? Hoe voel je je dan? Nou ja, dit was dan wel de heftigste die ik ooit heb gedaan. Omdat het en de langste was. En um, uh, ik had dus de aanloop naartoe was niet optimaal. Nee. Uh, dus dit, dit was heel heftig. Uh, in die, maar bijvoorbeeld, ik heb afgelopen... Uh, uh, een, paar, een paar weken terug, een paar maanden inmiddels. Ik had mijn eigen festival, uh, Live Now. En ja. dat, daar deed ik dus solo... Volgens mij was het elf uur, als ik me niet vergis. Dus bijna net mm. zo lang. Alleen... Inmiddels nadat dit gebeurd was, weet ik dus, oké, okay, je moet dus ongeveer zoveel eten. En we hebben gewoon een, een, een dokter, een vriend van me, die dat precies weet. Oké, okay, dan moet je ongeveer dan en dan even een beetje zout en dit en dat. En uh, uh, wat supplementjes, weet je wel, met vitamine en zo. En dan heb je dat dus, daar dus nooit last van. Het was die dag ook best warm, maar dan heb je dat dus gewoon niet. En dan, weet ik, dan, dan maak je die fout niet. En dan doe ik het eigenlijk best makkelijk. Dan ben ik gewoon helemaal oké okay daarna. Als je dat helemaal oké, okay. helemaal oké, okay, ja. gewoon ook in staat om met mensen te praten. Ja, toen wel. Alleen ik moet zeggen met die twaalf uur en dat was ook. Het is ook als jij ik had het festival dat begon om twaalf uur s middags en het eindigde elf uur s'avonds. avonds. Maar dit uh, uh, die all nighter, dat was een beetje dom. We hadden het overdags moeten doen van twaalf uur s'nachts tot twaalf uur s ochtends. Dat is veel zwaarder. Want Dan is het al nacht en dan heb je de hele dag erop zitten ja. De voorbereidingen. En ik had toen heel erg daarna om dit, uh, tijdens zijn lange zetten, dat vind ik zo leuk aan. Kijk, op een gegeven moment kom je in de in een flow heet het dan. Ja. En uh, ik deed eerst die die lange sets, omdat ik wist dat ik na een paar uur in zijn flow kwam. En dan denk je nergens meer aan en dan maak je gewoon muziek. En dat is veel vetter dan wat je normaal doet. Omdat je gewoon... Ja, je bent ja, helemaal de muziek, ja. je, ja. je, je denkt helemaal nergens meer aan. Je bent gewoon alleen maar dat aan het doen en, en opeens is het voorbij, zeg maar. maar dat, en dan luister je terug en dan zitten er allemaal dingen in waar je normaal nooit op zou komen. Alleen vroeger uh, lukte dat dus niet voor een optreden van een uur. Want dat duurde heel lang voordat ik in kwam. Dus vond ik het heel leuk om die all nightjes te doen. Omdat ik dan wist dat ik na een paar uur op de een of andere manier altijd daar wel in terecht kwam. Dat had ik gewoon ondervonden die manier. Dus daarom vond ik het zo leuk. En op een gegeven moment wilde ik natuurlijk dat meteen krijgen bij ieder optreden. En daar ben ik heel erg jaren mee bezig geweest. Om dat te proberen hoe je dat kan... Um... En dat is gelukt? Dat ja, zeker. Je. Ja, de laatste paar jaar lukt dat. Maar dat is dus, je moet jezelf dus helemaal van tevoren in je gedachten al bedenken. Zeg maar, wat zou je nu... Niet zozeer van wat ga ik doen, maar meer... Je gaat gewoon muziek bedenken in je hoofd, bijvoorbeeld van tevoren. Een paar, als ik dan in de auto zit naar een, naar een optreden, dan ben ik gewoon een paar uur lang... Muziek aan het luisteren, waar ik zelf gemaakt heb, stukjes muziek en zo. En dan bedenk ik gewoon, wat zou je hiermee kunnen doen? En dan ga je in je hoofd gaan muziek fantaseren. En dan ben je dus al helemaal met muziek bezig. Dan ben je dus eigenlijk al aan het optreden in je hoofd. Uh, en dan draai je jezelf warm. En als, als ik daar dan aankom, dan ga ik staan. En dan uh, begin ik altijd met improvisaties. Ik begin gewoon altijd met niks. En dan forceer je jezelf om iets te doen. Maar ook omdat vaak, als het dan lukt en het publiek gaat helemaal los op, op het eerste wat je doet... Dan krijg je superveel adrenaline en dan sta je in één keer sta je helemaal aan. Dan ben je, dus dan, dat, is, dat is voor mij dan de truc wat dan werkt. Het duurde heel lang voordat het lukte en dat heel frustrerend als het niet lukte. Maar zodra je daarin zit, dan maakt het dus niet meer uit hoe lang het duurt. Dan heb je echt niks meer door. Dan... Dat en dat een... werkt dus ook in zo'n lange set. Want ja. flow is, weet je wel, wat iedereen wil. Ja. Is ook, ik heb dat nu bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja, ik zit nu in flow. Ja. Oh, nu ja. ben ik uit. Nee, maar dat, dat is voor mij, is dit. Jinx. Ja, ja maar, maar dit is het voor mij. Dus ja. de momenten dat ik in flow zit, dus als ik ja. uh, podcast aan het maken ben, of als ik ja. uh, aan het voorbereiden ben, als ik aan het presenteren ben. Ja. Um, maar iedereen kan flow bereiken, als je gewoon uh, in iets verdwijnt. Ja. En dat heeft allemaal met concentratie te maken. Ja. En degene die een vraag heeft gestuurd... Ja. Die heeft dus concentratieproblemen. Ja. Um, heb jij wat tips? Tips om je. Was jij altijd al iemand die zich goed kon concentreren? Ja, nou, ik had het dus wel. Dat, dus ik ben heel selectief. Zeg maar, als ik iets dus helemaal uh, vet vind, dan, dan kan ik daar helemaal in verdwijnen de hele ja. dag. Maar als ik het dus niks vind, dan ga ik allemaal andere dingen doen. En dat voor mij wat voor mij werkt. Kijk, ik zie dat ook wel eens met uh, voor de mensen uit mijn team waarmee ik werk, met uh, uh, personeel zeg maar. Um, en het maakt niet uit of je... Heel veel mensen vinden zichzelf dan ook altijd een soort van... Die worden er heel onzeker over omdat ze zich niet kunnen, goed kunnen concentreren. Terwijl ze hartstikke uh, uh, goede dingen kunnen doen. hartstikke slim zijn. Of ergens uh, heel veel talent hebben. Maar op het moment dat je niet kan concentreren, komt dat niet naar buiten. En dan kom je een soort van visuele cirkel. Waar je zelf naar beneden gaat praten. Waar je heel ja. druk gaat maken. En ik merk dat het, het eerste wat je moet doen is gewoon... Stoppen met jezelf uh, assessen. Dus je moet niet terwijl je ergens mee bezig bent... Al denken van, is het wel goed genoeg of niet? Want dan, ja. dan ben je al iets anders aan het doen. En dan stop je ermee. Je moet gewoon kijken wat, wat moet ik vandaag doen? Of wat? Dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Maar als jij gewoon iets hebt. Ik wil dit vandaag doen. Dan begin je gewoon. Uh ja, ik zou dan beginnen met het makkelijkste ding. Dan heb je dat al afgestreept. En dan ga je de steeds moeilijkere klussen, waar je waarschijnlijk meer tijd in bent, die, die zet je erna. Zodat je begint met een makkelijk ding. En zegt, dan oh, dat kan is je lekker iets afvinken. Precies, goed voor ja, precies. Ja, en, en dan ga je dat ook echt doen. En het enige wat je zelf hoeft te herinneren is niet van, uh, dit, dit is niet goed genoeg of dit is... Maar je moet jezelf gewoon herinneren, ik wil dit doen. En of het dan goed is of niet, dat zie je later wel. Je moet daar helemaal niet mee bezig zijn. En ik denk ja. dat dat... Uh, ja, dat zou mijn tip zijn uh, nice. ja ja dat is helemaal waar die criticus, zeg maar die is ja. al joy zeg <laughs> ja, maar dan is er niks meer aan ja. en dan dan in de, oh, ik heb daar niks meer aan toe te voegen ja alle afleiding uitschakelen maar dat is voor iedereen weer anders ja. want voor sommige mensen zou dit heel veel afleiding zijn terwijl dit voor mij de beste plek is om te focussen ja. en waar jij staat <laughs> is natuurlijk helemaal een plek waar ja. je, weet je de prikkels die jij nodig hebt krijg je daar ja wie je kan um, jezelf daar ook echt mee opeten hoor als je zeg maar als je staat dan je maakt ieder... ja, dat is voor jou hetzelfde dat je zegt ja. van ja als jij in een gesprek in een flow raakt, maar je komt ook wel eens in een gesprek ja. waar dat niet gebeurt. Ja. En als je daar dan eenmaal eenmaal gaat irriteren, of ja, ik heb dat dan, Waar irriteer je aan als je in de boot staat? Nou ja, als ik, als ik in de boot sta en ik vind dat het niet goed genoeg is. Of, Van jezelf. Ja, ja. Als ik dat, uh, ik weet gewoon op een gegeven moment dan, kijk, nu ik heb het nu zo vaak gedaan dat ik, je, je wordt op een gegeven moment ook gewoon wel, wel, wel beter zeg maar. Weet je? Ja. Ik ben, in ieder geval, ik ben er tevreden mee wat ik nu doe. Maar ik heb uh, ook echt nog wel in 2018 of zo, vier, vier vijf jaar geleden, had ik, dat was, sommige sets waren echt super goed voor, voor wat ik zelf wilde. Ik super goed als in, uh, dat, dat is natuurlijk voor iedereen anders, maar voor wat ik zelf wilde bereiken, was ik er heel tevreden mee. En dan luister ik achter, achteraf terug en denk ik, dit was vet. Ja. En dan heb ik ook een aantal sets uit 2011 waarvan ik dat vind. Maar de meeste zeg maar, uit vandaag vind ik echt super kut als ik dat nu terugluister. En dan wow. denk ik: van waarom deed ik dat? Ja. Maar, maar op dat moment dacht ik dus ook: dan zie je de reacties van het publiek. en dan weet je gewoon: dit is hem niet helemaal. Merk je dat en, ook aan jezelf? Als je daar staat, zie je het aan jezelf reageren? Ja, je nee, ook dan natuurlijk. En zeker daar moet je mee omgaan. Maar als je, dus, als je dus daar staat. en je merkt gewoon: oké, okay, dit, dit is gewoon even niet zo goed vandaag. Mm -hmm. en je weet dat je, je moet voor het drie uur optreden. en er staan daar gewoon mensen. en je weet dat het gewoon kut is. Mm -hmm. Ja, probeer daar maar eens uit te komen. Joh. Dan heb je bijvoorbeeld ook al twee dagen niet geslapen. omdat je zes optreden hebt gedaan. En dan ben je helemaal para aan En dan sta je daar op een gegeven moment, dan ben je helemaal uitgeput al. En dan ga je in je hoofd malen terwijl je be moet bezig zijn om juist een beetje festiviteit daar te brengen. Maar hoe kom je uh, daar nou. dan uit? Het ja, lijkt me best wel een mentale strijd die je dan... Ja, maakt. onwijs. Dat is een onwijs uh, strijd. En dat leer je op een gegeven moment leer je er steeds beter mee omgaan. Dus hoe doe je uh, ja. dat nu? Dus stel je voor hè, Dome... Uh, ja. ...vashouder, je staat daar, ja. je denkt ...fuck, dit is eigenlijk best wel kut. Hoe switch je om zodat je daar niet in blijft hangen? Ja, dan denk ik denk ook gewoon niet janken en je best doen. Dat, dat, ja. Is, ja, zeg maar, dat, dat, daar komen mensen niet voor. En ik heb het natuurlijk nu veel minder. Ik ben nu, ...ja, dit zoveel op te... maar ik heb het, het gebeurt nog steeds wel eens dat je ergens, dat je gewoon denkt van, hé, hey, wacht even, even focus en gewoon echt je best doen en dan gewoon jezelf over dat punt heen, heen helpen. En uh, uh, ja, niet. Niet verslappen, zeg maar. Je moet niet met jezelf een dialoog aangaan, terwijl daar moet je helemaal niet mee bezig zijn. Je moet mm -hmm. muziek maken. Yeah. En dat betekent dat je dus niet in de flow bent als je tijd hebt aan dat soort dingen te denken. En dat is dan het hele punt, juist, weet je. Wat het is dat je. Leuk dat je het over flow hebt. Hey, ja. Wij zitten op drie kwartier. Dit was de eerste aflevering met Rinier. Uh, volgende week kan je gaan luisteren naar deel 2. Terwijl je aan het bijkomen bent van ADE. <laughs> Tot dan. Aankomende maandag is het eindelijk zover. De met z'n aller reset. Heb jij ook een beetje moeite met je bed uitkomen nu het wat donkerder wordt buiten? Heb je ook moeite met motivatie vinden, je dag starten, zit je er misschien gewoon wat minder lekker in? Of ben je je ochtendroutine al een tijdje kwijt? Dan is er met z'n allen reset voor jou. Dit is precies ook waarom ik het ga doen, want ik heb het zelf een beetje nodig. Van 24 tot en met 28 oktober gaan we samen opstaan. Met z'n allen. Om 7 uur s ochtends zit ik live op Zoom in mijn pyjama. En daar kan je bij aansluiten. Ik ga lekker samen met jullie mediteren. We gaan lekker schrijven. We gaan een stukje lezen. Ik ga jullie motiveren om gezond te ontbijten. Je krijgt allemaal receptjes. En nog veel meer. 24 tot en met 28 oktober. De Met z'n allen reset. Ik nodig je uit. Je kan je aanmelden via de link in de beschrijving van deze video. En ik stel gewoon voor dat we samen positief. Dit seizoen, de donkere herfst, gaan kickstarten. En ik wil gewoon heel graag samen met jullie opstaan. Ook omdat ik best wel veel moeite heb om uh, mijn bed uit te komen op dit moment. Dus waarom doen we het dan niet gewoon samen? Ik hoop dat ik je maandag ga zien. Live op Zoom. En je hoeft niet zelf je camera aan te zetten. Dat doe ik allemaal wel.